Oh. Dames en heren, was u er al? Zit u alweer fijn om mij in te tunen, lekker thuis op de bank? Nou, ik heet u allemaal van heel hartelijk welkom, vanuit mijn diepste zijn natuurlijk, bij deze vierde aflevering alweer van mijn eigen fijne Marja's bolgarnituur. U denkt natuurlijk, wat heb ze nou weer aan die vrouw? Maar dat zal ik u uitleggen. Hij is namelijk af. Hij is afgekomen. Ja, hij is helemaal afgekomen. Het is namelijk gebreien op de hand door mijn eigen fijne vriendin, het breivrouwtje uit de Pauluskerk, Marjan. En met Marjan ben ik een wandeling bezig doen. Zij heeft mij meegenomen naar een plek die voor haar bijzonder is in Rotterdam, als mens. En hoe dat is vergaan, dames en heren, dat ziet u zo dadelijk. Maar er is veel meer gebeurd de afgelopen maand. Want ik heb natuurlijk weer een eigen liveshow gegeven in de Pauluskerk, Marja's bolgarnituur, op de eerste zaterdag van de maand. En het was alweer de laatste. En daarom dacht ik bij mijn eigen, ik wil iets actiefs doen met de mensen. Iets waar de mensen blij van worden. En dus hebben we bingo gespeeld. Met zowel een heel bijzondere prijs deze maand, want de mensen die konden geen föhn winnen of een boodschappenpakket, maar ze konden mij winnen. Mij, voor een paar uurtjes als mens bij hun thuis of op een locatie die voor hun fijn of bijzonder was. En zo ben ik in contact geraakt, dames en heren, met hele bijzondere mensen. Ik heb kennis mogen maken met Jari en natuurlijk heb ik kennis gemaakt met Leo en zijn vrouw Dor. Dat gaat u allemaal zien in de komende 30 minuten in Marja's bolgarnituur. Dus ik zou zeggen, als u het nog niet hebt, pak nog even snel iets te drinken. Zak lekker onderuit en kom aan in uw eigen ontspanningsfase op deze heerlijke zaterdagmiddag. Veel plezier met kijken. Hier, even een pakket, lieverd. Hoe gaat het met je? Naar omstandigheden heel goed. Ja? Ja. Ja, naar omstandigheden. Ik zie toch weer een beetje blijdschap in je ogen staan. Ja, ja. Ja, dat heb even geduurd, hè, lieverd. Ja. Ja. Ja, ik ben weer vrij. Ben je weer vrij? Ja. Heb je hem eruit gegooid? Ja, dat wist je toch? Had ik toch gezegd tegen je? Ja, je had het gezegd tegen maar ik dacht, nou, die Marjan, die neemt hem nog wel terug. Nee. Heb je hem niet meer teruggenomen? Nee, want hij heeft mijn geld gestolen. Heb je geld gestolen? Ja. Voor hoeveel? 40 euro, mijn laatste leefgeld. 40 euro? Ja. Misschien is het voor jou ook wel even goed om even, want het is stralend weer vandaag. Ja, het is heerlijk weer. Om even lekker naar buiten. Dat je er even uitkomt. Dat je even lekker de frisse wind ook door je hoofd laten waaien. Wat is voor jou nou een bijzondere plek in onze fijne stad Rotterdam? En misschien dat we daar dan even samen naartoe kunnen gaan. Ja. Wat dat is voor jou een leuke? Krooswijk. Mijn vriendin ligt daar begraven. Oh, je daar begraven? Sinds anderhalf jaar. Thuis heeft ze zichzelf van kant gemaakt met een mes. En wij konden elkaar al heel lang. Want zij heeft in 1985 tekenles gehad van mijn man. Die is van de zomer nu 8 jaar weg. En die was 55. Ook nog heel jong. Ook heel jong, ja. 7 weken ziek geweest. Wat had hij? 2 hele erge hartinfarcten gehad. En ze ontdekte op het laatste moment dat hij longontsteking had. Oh, wat erg. Ja. Nou, daar is al een tijdje niemand iemand geweest. Misschien moet je even gaan zitten. Misschien moet je even gaan zitten. Maar er staat ook helemaal geen steen of zo. Nee, helemaal niks. Ja, dit was de laatste foto dat ik er gezien heb. Toen was ze pas geopereerd aan haar hart en dat hartoperatie was geslaagd. Was ze depressief dan? Ja, ze was heel erg ze had heel vaak depressieve buien. Vandaar dat ze ook in dat opvangcentrum zat. Ja. Heb jij daar last van, depressie? Wel gehad, maar nu op dit moment niet. Nee. Nee.
Want dit was mijn man. Oh ja, kijk nou, de liefde spatte hier, dit spatte gewoon af. Hier waren we 12,5 jaar samen. Lief zeg. Ja. Maar zo maak je wel wat mee, hè, ja, zeg, in een paar jaar tijd. Ik heb heel wat meegemaakt. Ja, liever, ja. Vind je het leven dan nog wel leuk? Jawel. Er zijn momenten dat ik het heel fijn vind. Maar er zijn ook momenten, zoals nu weer die relatie, dat ik weer bedonderd ben door André. En... Dan denk ik bij mij eigen, waarvoor ben ik eigenlijk op deze maatschappij? Hè? Ik ben, probeer goed te doen en altijd eerlijk te zijn tegen mensen en te helpen. En je krijgt altijd stront voor dank terug. Dan vraag ik, vind je het leven nog wel leuk? En dan zeg je ja, wel. Maar waarom dan? Wat zijn dan de momenten die jou nog gelukkig maken? Ben je gelukkig? Op dit moment wel, ja. Voel ik mij eigen bevrijd. En hoe komt het dat je dan nog gelukkig bent in het leven? Waar hou je dat uit? Ja, ik heb nog een zus in Spanje. En ik heb nog een broer in Engeland. En ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En die wil ik toch niet zo achterlaten zoals zij gedaan heb. Nee. Dat zou ik ook niet pikken van je, hoor. Nee, maar dat heb ik dus vroeger. Dat mijn tweeling pas geboren was en dat mijn kinderen dus... ik ben daar heel open in. Dat ik het toen niet zag zitten na de echtscheiding van mijn man. Dat ik dus toen ook heel erg, misschien nog wel erg depressief geweest ben dan... op het moment na het overlijden van Sander, want dat was alleen heel erg verdriet, heel veel verdriet. En dat ik toen ook een zelfmoordpoging heb gedaan. En daar heb ik achteraf heel veel spijt van gehad. En ik ben gered door een vrachtwagenchauffeur. Ik was al zo ver. En ik kon niet zwemmen en ik was heel bang van water, heel bang. En ik werd ineens zo van achter gepakt. Hey dame, wat gaan we doen? Wat zijn we aan het doen? En nou deed jij heel veel voor je man, hè? Ja. Je zorgde voor ja. je man. Ja. Je deed veel voor je vriendin. Ja. Nou, die zijn je ontnomen, ja. Hè? Die zijn weggevallen. Maar doe je nu nog wel eens iets voor een ander? Ja, ik brei. Voor een ander. Ik ben nu met mijn 25ste sjaal bezig. Ja, maar die zijn nog niet voor jezelf? Nee, die geef ik allemaal weg aan de Pauluskerk, aan jongens en aan de mensen die in de Pauluskerk komen. En er zijn mensen bij die mij daar een kleine bijdrage voor geven, dat ik dus weer nieuwe wol kan kopen. Maar er zijn genoeg mensen waar ik het dan niet van wil hebben. Want die hebben het niet? Die hebben het niet. Nee. Dus dan betaal je het zelf? Ja. En dan geven die sjaals weg. Ja. 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 Maar ik vind daar mijn rust in en mijn blijdschap. En dat heeft mijn man me geleerd. Om met beide benen op de grond te staan. En je moet doorvechten. En dan ga je goed. Je bent een gezonde vrouw en je kan het makkelijk. Nou, maar Jan, als ik zo met je praat en zo naar je kijk en je nou zo'n tijdje ken. Dan kan ik wel denken, hij zou trots op je zijn. Ja. Want je bent een doorpakkerd. Nou, lieverd, fijn. Ja. We zijn er toch maar even. Ja. Hé, Marion? We hebben je graf een stukje opgeleukt. Ja, zo. Eentje voor hier, op dat bed. En dan nog eentje hier, zo. Een beddenlinnen hier, zo. Ja. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh. Ja, u denkt natuurlijk, wat staat die vrouw nou toch te zingen? Zo, doe maar even stil. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, let it snow. Maar het is natuurlijk, we hebben net de lente nog maar gehad.
Maar u denkt natuurlijk, oh, wat een heerlijke, fijne, warme, lekkere, heerlijke, warme, zwoele stem hebt die vrouw aanstaan, terwijl ze de bedden aan doen is als vrijwilligster in de Pauluskerk. Ja, want dat doe ik natuurlijk nog, hè, dames en heren. Een paar keer in de week doe ik altijd vrijwilligerswerk, zoals dat een goed mens betaamt. Ja, verder zeg ik even niks. Ja, en die fijne, warme, heerlijke stem die u zojuist hoort, die is van een hele bijzondere, leuke, lieve, aardige, sympathieke en warmhartige jonge jongen die te gast was bij mij in het borrelgarnituur hier in de Pauluskerk op de eerste zaterdag van de maand. En we speelden bingo en toen heb hij de prijs gewonnen. En ik ben Jari, want zo heet hij, op gaan zoeken. En met Jari ben ik samen even lekker fijn gaan picknicken. Ja, ja. En ik zou zeggen, kijkt u even naar hoe dat verlopen is. Dan doe ik ondertussen hier alvast even de bedden verfrissen. Want dat vind ik ook altijd een fijn moment. En ja, als ik me zo voel, denk ik altijd heel snel. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja. Ja, ja. Ja. Zonder jou kan ik niet leven. Hallo lieverd. Hallo Marja. Sta je daar? Op jou te wachten. Nou, ik ben onderweg naar jou toe. Gezellig. Dus dat komt goed uit. Ben je zo van de natuur? Mooi hè? Nou, de rust zelf. Hier. Nou, doe maar open. Ja, dat zit met een touw vast en stenen ervoor en zo. Stenen ervoor? Ja, nou, ik vind het zo ongemakkelijk om met elkaar te praten. Nou, hier, kijk, ik had bloemen, ik had de natuur ook voor je mee. Dankjewel. Nou, doen we dit even zo. Ga je klimmen? Als jij dan alvast deze even aanpakt. Ja. Ja, natuurlijk ga ik klimmen. Hoppakee. Ik ben een vrouw. Een vrouw die alles kan. Let maar op. Ik hou hem tegen voor je. Hou hem tegen? Ja. Nee, het gaat wel. Het gaat wel. Je hebt geen hoogtevrees. Het gaat wel. Het gaat goed. Het gaat goed. Kijk, oh, kijk eens even. Hinde. Als een jonge hinde. Zo. Nou, hallo, lieverd. Hallo. Gezellig dat je er bent. Fijn dat ik er ben. Ik wou het net zeggen. Ja, en leuk dat jij op me staat te wachten. Ik heb alles bij me in mijn tas. En ik dacht, kleedje. Want ik wil met jou wel eens even de diepte in. Laat maar ergens neer. Zo, ja, fijn. Fantastisch, ja, kom erbij. Ik vind het goed hoor. Ja, ja, mag gaan zitten. Deze gaan we lekker plakken neer. Hoppakee. Zo. Zo liggen we dan. Nou, neem lekker. Oh, lekker, dankjewel. Lekker een boterhammetje. Ik doe lekker. Lekker doe ik even. Een wijntje voor mijn eigen erbij inschenken. Zal ik ook even mijn bril opzetten? Ja, zo onpersoonlijk, ja, hè, als ik dan weer... Ja, die zijn er mooi genoeg voor je haren. Ben je gelukkig als mens? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, ik ben wel altijd een perfectionist. Dus het kan altijd beter, zeg ik altijd. Ja. Maar ik ben wel blij, ja. Ja. En wat maakt jou dan gelukkig? Heel veel leuke mensen om me heen. Dat ik sowieso kan doen wat ik leuk vind. Als ik op feestjes bijvoorbeeld moet, dat ik dan... mensen blij kan maken en bij kan dragen aan een leuke avond. En gewoon heel veel leuke dingen doen, uit eten gaan, met vrienden afspreken, van dat soort dingen. Dat maakt me het meest gelukkig, denk ik. Nou ben je eigenlijk nog jong, hè? Zo mag ik wel zeggen. Tenminste, vanuit mijn perspectief aanschouwd ben jij nog vrij jong, natuurlijk. Maar dat betekent niet altijd dat je nog niks hebt meegemaakt. Is er nou iets in het leven waarvan jij zegt, nou, dat is voor mij al vrij ingrijpend geweest? Zeg maar. En daar heb ik wel echt iets doorgemaakt. Daar heb ik wel iets van geleerd. Daar heb ik me eigenlijk wel als mens in ontwikkeld. Dus het gaat dan meer over jouzelf hier van binnen. En niet zozeer over wat er met anderen te maken heeft. Nee. Ja. Ja, lastig. Ik heb gelukkig nog heel weinig echt vervelende dingen meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld mijn beide opa's en oma's nog. Dat is voor mij echt heel belangrijk. Ik heb met hun echt een hele goede band. Nou, en in mijn familie is iedereen wel gewoon gezond en zo. Het enige wat ik dan nu kan bedenken is dat ik nu 2 jaar of zo uit de kast ben gekomen. Dat was voor mezelf natuurlijk wel een beetje een ontwikkeling. Het was niet echt dat ik daar... Het is nooit echt een probleem geweest, maar ik merkte wel dat ik eigenlijk vorig jaar toen ik wilde gaan studeren, dat ik daar toen even niet klaar voor was, omdat ik andere dingen wilde ontdekken voor mezelf. En... Maar je hebt een soort 18 jaar lang, zeg maar, in het achterhuis gewoond.
Je was een soort Anne Frank situatie, maar ja, zo, ja, ja, zo opgesloten, ja. 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 Nou ja, zo erg was het niet. Want ik wist ook wel dat ik het aan iedereen kon vertellen in mijn directe omgeving. En niemand heeft er eigenlijk ooit een probleem van gemaakt. Maar je houdt met jezelf toch zo'n worsteling van dat je niemand wilt teleurstellen of dat soort dingen. Al weet je dat het toch wel goed zit. Ik wist het al wel een tijdje. En ik heb het heel vroeg aan een nicht van mij verteld. Ik heb met haar een hele goede band. Dat is meer een beetje een broer-zusband. En nou ja, een jaar later heb ik het dan aan de rest van de mensen pas verteld eigenlijk. Maar dat was toen ik zeg maar 17 was aan mijn nicht en toen ik 18 was aan de rest. Maar dat weet je in principe al jaren. Denk je erover na in ieder geval. En had je dan voor je 18e nooit dat je verliefd al was geworden? Nee. En je had ook nog nooit gezoend met iemand voor je 18e? Nee. 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 Ik zeg het nu ook zelf heel verbaasd, maar dat was nee. Dan best laat dat je het. Ja. En heb je broers en zussen? Nee. Nee. Dus je bent enigskind? Ja. En homoseksueel. Ja, wat hebben mijn ouders pech, hè? Erg, hè, voor die ouders. Ja, maar ja, maar ja. Ik hoor natuurlijk ook wel eens dingen en ik praat natuurlijk ook wel eens met mensen. En ik zie mensen ook wel eens heel gek op andere mensen reageren. Waarvoor ik altijd denk, waarom doe je dat nou? We zijn toch altijd mensen, hè? Het is allemaal zo makkelijk om maar te oordelen op wat je ziet. Terwijl je nooit weet wat er zich van binnen afspeelt. En toen hoorde ik ook iemand zeggen, die vond het dan homo's maar raar. En dat het een soort keuze was. Ze hebben daar dan zelf voor gekozen. Dus ik vroeg ook aan diegene, vroeg ik ook meteen. Ik zei, oh ja, want jij bent dus hetero. Toen zei ik, ja, ik ben hetero. Ja, hoezo. En toen zei ik, wanneer heb jij er dan voor gekozen om heteroseksueel te worden? Mijn vader in het begin, die was een beetje bang dat andere mensen er veel problemen mee zouden hebben. Weet je wel, als ik op straat of zo met uitgaan. Het was vooral angst, maar hij heeft er nooit problemen mee gehad. En mijn moeder vindt ook helemaal niet. Die vindt het ook wel leuk gewoon. Maar dat was dus beschermend eigenlijk van je vader? Ja, tuurlijk. Hij is die gewoon hip. Dat je in elkaar geslagen zou worden? Nou, bijvoorbeeld, ja. Mijn opa en oma, het was wel heel grappig, dat wil ik toch even vertellen. Ik was in Spanje, ik heb daar 3 maanden gestudeerd, want ik heb daar familie wonen. En mijn moeder zou het hier vertellen aan mijn opa en oma destijds. Want ik had het zelf nog niet verteld. 2012 praat ik. Wilde je dat niet zelf vertellen? Nee, ik vond het wel prima als mijn moeder het zou doen. Oh ja, lekker makkelijk. Ja, lekker makkelijk, ja. En toen reed ik door de bergen van school af in Spanje en toen ging mijn telefoon en toen belde mijn oma op. En toen zei ik hallo, met Jari, want zo heet ik namelijk, dat weet je. Het zou gek zijn als ik opneem, hallo met Theo. En toen zei ze, Jari, ik wil even zeggen dat je altijd ons pikkie blijft, ondanks wat je moeder ons heeft verteld. En zo, dat soort dingen, nou, dat was wel eventjes mooi hoor. Allebei mijn opa's en oma's, daar kan ik er gewoon mee over praten en dat soort dingen. Het is wel echt heel cool. Ik weet dat er veel van die mensen zijn die er zelf nog mee strijden. En misschien heb jij dan een tip voor die mensen? Cool. Ik voor mezelf bedenk ik altijd van, je kunt er sowieso natuurlijk niks aan veranderen. Want je kan wel tegen je zin in blijven beweren dat je hetero bent, maar dat werkt toch niet. Dat maakt je ook niet gelukkig. En dan denk ik, ja, je hebt maar 80 jaar als je geluk hebt. En dan denk ik, vul het dan in zoals je zelf wil en laat je niet zo beïnvloeden door anderen. Wees gewoon trots op hoe je in elkaar zit. Ja, wees trots om jezelf te zijn, denk ik. Maar het is zo cliché, hè? Maar het is wel waar. In een groen knommelands, daar zaten 2 haarsies. Nou, het waren natuurlijk geen haarsies, dames en heren. Maar wat een lieve, leuke, knappe jongen, hè, die Jari. Vond u het ook een gezellig beeld? Vond ons zo lekker samen in het gras, zo lekker. Ja, en voor de oplettende kijker, u hoorde het Jari al zeggen. Hij hoopte natuurlijk zelf ook dat nou die nog zo jong en fris in het leven staat, dat hij dat vol weet houden. Ook als hij dadelijk wat meer op leeftijd is. Nou Jari, als je zit te kijken, kijk dan maar eens even lekker mee naar het volgende item. Want dat zijn 2 mensen die het voorbeeld geven. Die zeg maar op een oudere dag nog weten te genieten en dingen uit het leven te halen waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen. Het zijn Leo en zijn vrouw Doy. En daar ben ik ook even op visite geweest. Kijken we even mee? Snij ik ondertussen nog even de bloem. Hallo. Kijk, nou hier zijn ze hoor. Hallo lieve. Hallo. Hallo Maya. Hallo lieve. Zo, dus een tijd geleden. Tijdje terug alweer. Hè? Hallo Leo, fijn dat je er bent. Hè, eindelijk. Ja, belofte maakt schuld. Hè?
de Heere is met ons. Dat komt natuurlijk ook doordat we in de kerk elkaar ontmoet hebben. Maar kijk, wat een stralende dag we hebben mogen ontvangen. Ja, en nou lieverd, ik heb alles bij me. Ik heb bijvoorbeeld zeukelemel. Ja, dus ik dacht, nou, dan moet je maar kijken of je dat wil. Of appeltjesap, hè. Maar er is genoeg voor allebei. Ik neem zelf natuurlijk iets van mijn eigen kaliber. Had je al een wijntje eerder geschonken? Ja. Oh, dat is lekker. Kijk eens. Voor jou een zakje. Oh, heerlijk. En voor jou een zakje. Oh, heerlijk. En voor mijn eigen een zakje. Ik vraag mijn eigen toch bij jullie wel af. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk al? Te lang. We zijn pas 4 jaar getrouwd. Ben je pas 4 jaar getrouwd? Ja, en hij is haast 58 jaar getrouwd geweest met zijn eerste vrouw. Ik was gescheiden. Ik was gescheiden alle tijd en elkaar met dansen leren kennen. Dus elkaar ontmoet op de dans? Ja, ja. God. Ik zie haar nog zitten. Langs de kant. Ik zei, wil je dansen? Ze zei, ja, daar kom ik voor. Maar ik heb er niet gedaan. Daar meen jij niks van. Daar meen je niks van. Maar ik had er maar ik niet altijd, van. Ik heb een vrouw om te stelen. Ik wacht al 7 jaar op een lief. Ja. En u bent heel lang getrouwd geweest, ja. Voordat u deze mevrouw tegenkwam. Ja. Kijk wat je erop hebt gedaan. Ik heb één vrouw gehad. Eén vrouw gehad? Ja. En lang dus? En was 46 dat... getrouwd. Haast 58 jaar getrouwd. Ja. En was dat uw jeugdliefde? Ja, zo kun je maar het wel stellen. Maar ook met de bevrijdingsfeesten. Met na de oorlog, weet je wel. Weer dansen. Dansen, ja. Ja. Ik kon geen eens dansen. Maar ze hielden me vast. Ik denk, laat me niet los. Ze hebben mij een keer losgelaten. Lag ik plat. Ja, toen lag ik helemaal plat. Ja. En toen heb zij u weer opgeraapt. En toen dacht u, nou, dit is het. Ja, zij was ook al tamelijk sterk. Maar vinden jullie het leven leuk? Jawel. Ja? Ja. Ons heb ik er al een eind aan gemaakt. Of als we naar boven gaan, gaan we nog springen. Maar wat maakt het leven leuk? Nou, om gezellige dingen te doen. Zelf, zelfstandig te blijven. Nog hopende dat je nog langer zelfstandig mag zijn. En gezond. En dat je dingen kan ondernemen wat je leuk vindt. Hey, en als ik eens vraag naar een enorm hoogtepunt in je leven. Ja. Trouwerij met haar. Bijvoorbeeld, een hoogtepunt. Ja. Ja, 2 huwelijken eigenlijk. Dat je eigenlijk niet van plan was, was ik zeer zeker niet. Maar ja, je gaat uit, je doet dingen samen en dan, ja, dan zeg je, ze kan eens koffie drinken, dus zo is het eigenlijk wel. En nou ja, ik heb er geen spijt van. En hoe gaat dat dan? Want u bent gescheiden, hè, zei u. Dus maar dat is lang, een hoor. Soort vrijwillige keuze geweest, dat je uit elkaar gaat, hè, hoe je het ook ziet. Maar u bent weduwnaar eigenlijk, voordat jullie elkaar leren kennen. En ik kan me dan zo voorstellen dat je, hè, dat je, nou ja, hoe zeg je dat? Dat je nog steeds van je eerste vrouw houdt, zoals je dat nou ja, altijd dat hebt gedaan. Ja, dat gaat wel over natuurlijk, want dat moet je een keer van je afzetten. Maar, Want dat lukte dan u goed om uzelf de ruimte te geven om weer open te staan voor een nieuwe vrouw? Ja. En hoe lang zat daar tussen? Anderhalf jaar. Ja, zoiets. Ja, bij anderhalf jaar ben je alleen geweest, ja. Altijd bij je dochter zitten, dat ging ook niet goed. Dus je dochter was eigenlijk ook al opgelucht, als je met een nieuwe vrouw... Misschien wel, ja, maar... Was eerst op tegen, hè? Ja, nee, zag ze was, niet zitten. Zag hem, zag het niet. In het begin niet. Nee. Ze was geen voorstander van een nieuwe. Nu ook niet, we hebben geen Oh, nu nog niet. Je zou toch denken, dan gun je iemand. Eet eens door. Ja, dat bedoel ik. Ja, je gunt het toch iemand. Vindt u het leven, hè, als u zo terugkijkt, hè? Duurt het leven nou lang? Als je naar je zin hebt. Daar sta je niet bij stil natuurlijk. En als je naar je zin hebt. Nee, maar als u nou zo terugkijkt, hè. Ja. U heeft 88 jaar geleefd hier op de aarde. Ja. Nu, hè. En u bent ook al lang onderweg. We hebben natuurlijk een flinke oorlog meegemaakt. Ik heb net... Nee. Hoe oud waren jullie in de oorlog? Ik was 4 maanden toen de oorlog uitbrak. Hij was 14. 14. Is de oorlog een periode geweest die echt impact gemaakt heeft? Nee. Een paar weken geleden kwam ik een Duitser terug, die vroeg aan mij wat.
Hij zei, we spreken goed Duits. Ik zei, ja, maar ik heb 5 jaar les gehad. Kunst is om niet te verzuren. Ja, juist. Hè, dat is toch een beetje... Ja. Want soms zie je mensen... Schep leven in het leven. Door de stad. Schep vreugde in het leven. Nou, kom op, schep vreugde in het leven. Schep vreugde in het leven. Heb je al zorgen aan de kant. Ja, precies. Niemand kan geven. Heb je zelf toch in de hand. Dag lieverd. Ja. Ik vond het fijn. Heel dank leuk, voor je gastvrijheid. Ja. Dag lieverd. Toch kijken. Tot kijken. Geef eens een kushandje. Geef eens een kushandje. Ja, weet je hier. Dag lieverd. Zo is het. Tot je bent toch hier, hè? Dag hoor, ik vond het enig. Dag hoor, lieverds. Dag hoor. Oh. Dit was hem alweer. Mijn aflevering van vandaag. Volgende maand zijn we er nog 1 keer. Met de laatste Marja's borrelgarnituur. Ja, miep, miep. En heel graag wil ik dan een beetje op mijn eigen zelf terugreflecteren. Maar dan natuurlijk wel heel graag samen met u. Dus ik hoop dat u dan ook weer kijkt. De laatste zaterdag van de volgende maand. Om 6:30 hier op Open Rotterdam. En mocht u denken, ach, ik zou ook wel eens met die vrouw van mens tot mens een gesprek willen voeren. Of mijn hart willen luchten. Of haar een probleem voor willen leggen. Zodat zij misschien een oplossing voor mij kan vinden. Dan mag dat natuurlijk. En dan kan u mij schrijven via marjavankatendrecht@hotmail.com. Dus apenstaartje en een punt. Ja, en natuurlijk kunt u ook mijn vriendin worden op Facebook. En mocht u de andere afleveringen gemist hebben of nu toevallig pas intunen, dan moet u niet bevreesd zijn, want u kan het gewoon terugkrijgen op Tjoetjoep. En dan gaat u naar Tjoetjoep en dan tikt u in Marja van Katendrecht en daar kunt u Marja's borrelgarnituur aflevering 1, 2, 3 en vanaf morgen ook 4 vinden. Heel graag zie ik u terug volgende maand. Het gaat u goed en ik zou zeggen, pas goed op uzelf. Ja. Dag lieverd. Dag hoor. Dan ga ik maar weer eens naar huis. Alleen.